Oké, jongens, we zijn even een stukje aan het wandelen. Niet uitsloven. Wat is dat, jongens? Laurens heeft zijn baard en zijn snor weggehaald. Voor pannenkoeken. Weet je hoe moeilijk dat is op pannenkoek maken? Goedemorgen. Oké, we gaan een Nederlandse vlog doen. Dat is echt heel raar voor mij, omdat ik echt super gewend ben om Engels te praten. Maar we gaan nog wel Engels ondertitelen, zodat iedereen hem gewoon kan kijken eventueel. En vandaag ga ik niet zoveel doen, want ik heb nogal last van mijn rug en van mijn bilspier en van mijn stuitje. Ik kan het niet helemaal plaatsen wat het precies is, maar ik ben gisteren naar een fysio geweest. En die zei dat het een begin kan zijn van bekkeninstabiliteit. Nou, dat hoop ik echt niet. Want ja, de verhalen die ik daarover las, wordt het alleen maar erger naarmate je buik zwaarder wordt. Dus ik voel het echt met alles eigenlijk. Met lopen, met draaien, met dingen oppakken van de grond, met bukken. Dus ik voel me echt een soort bejaarde. Ik waggel ook een beetje door het huis heen. Dus dat is niet echt top. Dus ja, dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben om dat te stretchen en niet te veel te doen. Eigenlijk ook niet te sporten. Ik heb de afgelopen dagen niet gesport, wat ik best wel jammer vind, ik krijg er altijd wel energie van. En ik moet nu vooral zorgen dat ik wel in beweging blijf door een beetje te lopen. Dus ik ga vandaag nog wel proberen te wandelen. Maar ook weer niet te veel te doen. Dus dat is even een uitdaging. En voor vandaag gaan we dus eigenlijk ook niet zoveel doen. We blijven een beetje thuis. En ik denk dat we vooral een beetje aan nature gaan werken. En ik moet wat stories doen en wat dingetjes en boodschappen. En ik ga jullie gewoon meenemen. Dus we zijn even een stukje aan het wandelen en dit wordt... Oh, we gaan Nederlands praten. Ja, dit wordt de nieuwe buurt waar ons huis komt die volgend jaar juni, juli af moet zijn. Dus we dachten, we gaan hier even een rondje lopen om te kijken waar je een beetje kan wandelen en hoe de omgeving eruit ziet. En dat is wel heel mooi eigenlijk. Kunnen we beter van de week een keer met de fiets gaan? Ja. Als je die fiets hebben. Oké, we komen nu net uit Amsterdam en ik heb mijn wenkbrauwen geverfd, echt voor het eerst ooit. Het is wel iets donkerder dan ik zelf zou doen, maar ik denk dat het over 2 dagen wel precies goed is, want anders wordt het weer te licht. Dus ja, het scheelt wel tijd in de ochtend. Als ik normaal moet dan met gel en ook een beetje zo bijtekenen in het begin. En ik denk nu dat ik eigenlijk weinig hoef te doen 's morgens. Zo ligt het wel. Vind je het ook mooi? Het is fucking mooi, Rick. Dan gaan we even boodschappen doen en dan bedenken wat we weer gaan avondeten. Dat is altijd wel een dingetje. En dan vanavond een beetje chill, denk ik. Want we waren echt super moe vanochtend wakker werden. Zo, echt moe. Misschien kunnen we een nieuwe serie beginnen. Want we zijn nog steeds moe, schat. Ja, ik ook. Gisteren had ik veel koffie gedronken en toen klap ik s'nachts, klap ik weer helemaal in. En ik ben vandaag, dacht ik, ga geen koffie drinken. De hele dag moe. Heb je niet gedaan, toch? Nee. En we zijn klaar met de Ozark. Dus we willen eigenlijk een nieuwe serie hebben. Toch, of niet? Wil je een boekje lezen? Ik moet boeken gaan lezen, man. Oké. Okay, elke avond dom in bed series kijken. Ja, maar valt ook helemaal mee. Je moet je papa boekje gaan lezen. Ja, dat is ook waar, die moet ik dan lezen. Ik heb een hele stapel boeken. Altijd als dan zie ik iets bij iemand, die heeft dan een boek, een heel inspirerend boek. En dan denk ik, oké, dat ga ik bestellen. En dan denk ik, dat ga ik dan een keer lezen. En dan, ik heb nu stapel boeken van 20 boeken of zo. Oké. Laatst nou een boekje lezen, hè? Ja. Wat ben je aan het doen, schat? Ach, is aan het maken. Ik moet van een visio. Niet uitsloven. Ik ben even een stukje aan het fietsen en Laurens aan het skaten, want ik heb toch wel heel erg last van mijn bekken. Bekkeninstabiliteit heet het. En fietsen is eigenlijk het enige wat niet echt pijn doet, dus dat is mijn enige dagelijkse beweging. Dus ik denk dat we even een half uurtje of zo gaan. En dat was mijn verhaal. Doei! Oké, het weer ziet er goed uit. Maar daar hangt toch wel een donkere wolk, potverdorie. Ja, ik weet niet of jullie het verstaan, maar ze zegt gisteren ging het ook hard regenen en ze was zeikensnat, hè? Ja. Very bad. Kijk eens, joh. Wat is dat, jongens? Goedemorgen. Het is heel vroeg. Het is nu 9:50, want vanmorgen hadden we om 9:15 een afspraak bij een osteopaat.
die werd mij aangeraden met de bekken dat een osteopaat vaak goed kan werken. Dus ik ben er langs geweest. Ik geef nu al wat verlichting, dus ik hoop dat het zo blijft. En we hadden een vraag. Laurens heeft zijn baard en zijn snor weggehaald. En wat vinden jullie beter, met of zonder? Ik ben team met. Ik leek wel... 15 of zo. Ik ga mijn haar lijkt wel echt heel jong. Zo, ik ga mijn haar, zal ik mijn haar weer kort doen, even serieus? Iets korter, maar niet te kort. En nu gaan we heel eventjes ontbijten. Maar we twijfelen een beetje om bij Le Pen te gaan zitten. Omdat die coronacijfers dus wel weer omhoog gaan. Of even een broodje te halen bij Joe and the Juice. Dus ik denk dat we even gaan kijken hoe druk het is bij de Le Pen. En anders halen we een broodje en nemen we mee. Wat? Dat baardje, dat mooi Nederlands. Ja, wat praat ik anders dan? Een beetje meer Haags. Nee, dat is niet waar. Je hebt wel een beetje Haagse maat. Nee, je praat wel altijd een beetje netjes. Maar je hebt al die media shit, heb je wel een beetje... Daar nog even net op praten, denk ik. Oké, we zijn voor de Joe and the Juice broodjes gegaan. Heb je er twee? Eentje voor jou, eentje voor mij. Laurens heeft de tuna kado. Dat is eigenlijk... Wat? Nee, niks. Je moet gewoon wennen als je... Laurens heeft de tuna kado. Laurens heeft de tuna kado. Ja, maar ja, dat is je echt gestreven. Nee, dat is niet waar. Laurens heeft de tuna kado op een glutenvrij. En ik heb een kip. Hoe heet dat? Kip kado. En ik met kip, avocado, tomaat. En nu gaan we even naar de dealer van de auto, want ik heb van de week in, of Laurens, misschien was jij het wel. Denk jij. In de schroef gereden, dus mijn band was lek en toen hebben ze tijdelijk een ander wiel erop gezet en nu moeten we een nieuw wiel ophalen. Doei. Morning. Oh ja, we waren in Nederland aan het vloggen. Dus ik kan je helemaal vergeten. De laatste week heb ik eigenlijk niet zoveel gevlogd. Maar dat komt simpelweg omdat ik gewoon niet heel veel boeiends doe in mijn leven. Want nu met de coronacijfers die weer omhoog gaan ben ik extra voorzichtig. Want ik wil echt geen corona krijgen voor mijn bevalling. Ook met bevallen en ja, gewoon voor de baby. Het lijkt me gewoon niet echt heel chill. Dus ja, ik kom eigenlijk niet op heel veel plekken en ik doe ook eigenlijk niet zoveel. Dus ik ben heel veel thuis en alles een beetje aan het klaarmaken. Dus ik zal wel binnenkort een babytour video doen. En ik ben ook al een klein beetje begonnen met de vluchtkoffer, maar die is nog niet helemaal af. Zodra ik die helemaal af heb, dan zal ik daar ook wel een losse video over doen. En verder gaat alles best wel goed eigenlijk. Ik voel me echt stukken beter, want ik had super last van mijn bekken. Dus ja, draaien, zitten, lopen, staan, eigenlijk alles deed best wel zeer. En iedereen had me eigenlijk verteld van ja, het gaat alleen maar erger worden en erger worden naarmate je buik groter wordt. Omdat er dan meer druk op staat. En op een of andere manier is het weggegaan of zo. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik heb natuurlijk wel oefeningen gedaan. Bij fysio geweest, osteopaat geweest, oefentherapeut. Ik heb echt allemaal verschillende dingen geprobeerd. Dus één van die dingen heeft geholpen. Maar omdat ik het allemaal heb gedaan, weet ik ook niet precies welke. Maar goed, het maakt niet uit. En nu ga ik eigenlijk even naar mijn opa toe. Ik weet niet zeker of ik naar binnen ga natuurlijk met de corona. Maar hij heeft een operatie gehad van de week. En ik dacht, ik ga even een taartje halen en dat langsbrengen. Laurens is gewoon thuis aan het werk. Dat is een beetje de update die ik heb. Oh ja, deze ketting van Nature is sinds vandaag weer terug op de website. Die was uitverkocht. En ik moet zeggen, het is ook wel echt mijn favoriete piece of favoriete item, want ik draag hem gewoon letterlijk bijna elke dag. Ik heb zo'n hekel aan parkeren. Ik kan letterlijk volgens mij beter op de fiets gaan, want ik ben altijd 10 minuten kwijt aan een parkeerplek zoeken. Wat ik net wilde zeggen, oh ja, dus ik ga even een taartje halen. Doe maar weer even dat mondkapje op, want nu is het in Nederland. Nee, ik weet niet of het verplicht is, maar volgens mij dringend advies. Dus... Here we go. Wij gaan boodschappen doen, want wat gaan we eten, lieverd? Pannenkoeken! Pannenkoeken! Vrijdagavond is altijd pannenkoekenavond. Nee, echt totaal niet. Oh. We hebben echt al jaren... Nou, ik kan me echt niet herinneren wanneer we voor het laatst pannenkoeken hebben gegeten. Het is al 2 weken geleden.
Nee, echt jaren geleden. Maar goed, een vriend van Laurens is jarig. Of nou ja, vriend van ons eigenlijk. We vroegen hem wat hij wil eten vanavond. Dat zijn die pannenkoeken. Dus ik ga al mijn kookkunsten omhoog halen. Omhoog halen? Of jij gaat ze maken. Je gaat je kookkunst omhoog halen? Voor pannenkoeken. Weet je hoe moeilijk dat is, een pannenkoek maken? Nee, dat is gewoon... dat is gewoon dat brandt altijd aan en dan gaat de eerste altijd verkeerd. En dan, nou ja, in ieder geval. Dat gaan we dus proberen. En dan heb ik een lijstje gemaakt met allemaal lekkere dingen die erop kunnen. Dus dat gaan we nu halen. Hagelslag, appelstroop, kaas, poedersuiker, spek, Nutella, boter. Ik heb er eigenlijk nog geen zin in. Oh. Jij wel? Nee, ook nog niet, maar vanavond wel. Het is nu ook wel zwijfelen. En wat is jouw favoriete combinatie? Van een pannenkoek? Ja, wat zou jij erop doen? Een pannenkoek. Ik wil trouwens naar de grote Albert Heijn. Ik heb niet echt een favoriete combinatie, maar jawel. Wacht, een pannenkoek. Nou, wat is in ieder geval jullie favoriete combinatie? Ik denk mijn favoriete pannenkoek. Is, ik vind pannenkoek heel lekker met... Boter en ik Nutella. Ik vind pannenkoek lekker met... Of stroop en kaas. Nou ja. Oké, laten we eens naar de Albert Heijn. Want het was echt zo druk. Er stond echt een gigarij. Dus dan geeft hij liever niet dat ik naar binnen ga. Nu met corona. Dus dat is wel lief. Dus hij is zelf even gaan. En ik ben even snel naar de Hema gegaan. Want ze hebben daar altijd zulke lekkere chocolaatjes. Als we vanavond toch al pannenkoeken eten. Dan maak ik er maar gelijk een cheat night van. Cheat night, hoe je het ook wil noemen. Laat zien. Dit vind ik dus echt heel lekker. Dit zijn van die witte met van die spikkeltjes. En dan heb ik ze ook in het bruin. Verder even wat vlaggetjes en kaarsjes gehaald voor Troy die jarig is. Dus gaan we dat dadelijk even ophangen. Dat was hem. En nu even wachten op Lau. Die waarschijnlijk met twee volle tassen met pannenkoekenspul komt. So this is what we got. It's a lot of sweet... I think Lawrence couldn't decide, so he took both. Which one do you guys like better? I think I'm more a fan of this one, and Lawrence is more a fan of this one. This is like white chocolate and milk combined. So yeah, let's start. Dit hebben we dus letterlijk om de dag. Het Lauwens al die pakketten. Klein moet maken, leeg moet maken en bij het vuilnis moet brengen. Dan een beetje scheiden natuurlijk, hè? Ja. En ik moet al die dozen moet ik klein maken, anders past het niet erin. Ik zou bijna zeggen, wat een ellende. Bijna zeggen, wat een ellende? Ik zou bijna zeggen, wat een ellende. Wat houdt je ervan? Nou, omdat we wel heel veel dingetjes krijgen en zo. Ja, ook zo. Oké, nou, ik ga maar beginnen met wat pannenkoek te maken. Want volgens mij duurt dat een eeuwigheid. We hebben dit pak gehaald. Volle pannenkoeken. En wat dacht je van helpen? Fijntje. En dan moeten er 4 eieren in. Heb je het wel gekeken? Ja. Ja, maar niet het hele pak moest dus niet in één keer. Gewoon niet. Er staat, doe de mix in slagroom, voeg de helft van... De melk toe, dus 450 milliliter, want in totaal moet 900 milliliter. Oh ja, de helft van de melk. Moet je en wij gaan Oatly gebruiken in plaats van normale melk. Dit is Oatly. Ja, zo deed je het. Welkom bij mijn spreekbeurt. Dit is Oatly. Oatly komt uit 1999. Even een dingetje. Je hoeft ook niet te schudden, kom. Schud jij nooit je melk als die half vol is voordat je hem inschenkt? Denk je niet dat er dan... Dat nee. Is dat... Oké. Doe maar. Schudden jullie je melk voordat je je schenkt? Ja. Waar? Ja, ga erin. Meer, veel meer. Tot je duim. Tot mijn vinger ongeveer. Moet ik helemaal vol? Zo. Oké. Er staat toch, doe de helft van de melk, wordt geheel, voeg al roerend, de rest van de melk en 4 eieren toe. Oké. Oké, dus roer jij dat ik de eieren toevoeg of andersom? Hé, hey, daar zijn de gasten. Oh, visite. Hallo. Hallo. Kom binnen, kom binnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Goria, in de Goria, in de Goria. Dat is Troy en die is jarig. Hallo SFV.
vriendin, hallo. En de vriendin, nee, maar grapje. Bijna, hè? Ja, bijna. We zijn even aan het laten zien hoe we pannenkoeken maken. Zo, oh, wat goed. Dus jij mag nu 4 eieren bij doen. Oh, ik zei dat tegen de Jon of tegen mij? Nee, jij. Ik? Ja. Het is lekker gek, pannenkoeken. Dat heb ik helemaal niet gegeten. Ik ook niet. Ik zei al op de camera, het is volgens mij echt jaren geleden. Je moet wel alroerend, hè? Oh ja, maar het is echt cement. Ja, maar dan moet meer melk. Nu moet je de andere helft van de melk doen. Doe jij maar de andere helft van de melk. De eerste gaat altijd fout. Hij zegt voor de grap, wil je pannenkoeken eten? Zegt hij ja, hè? Ja, echt zo. Romee en ik zijn allebei in paniek van, we gaan echt pannenkoeken eten. Nee, je zou denken dat het... Maar ik ga hem opruimen. Wat doe je nou? Maar stap. Ja. Dat gebeurt, hè? Dat gebeurt elke professionele pannenkoek. Here we go. Oké. Lekker pannenkoekjes. Mam, ik ga opruimen, ik wil eten. En nu is het tijd voor een potje Ticket to Ride. Wie kent het spel? Hallo, hallo, hallo. Ah, ik heb eindelijk een plekje gevonden waar ik de camera neer kan zetten. Nee, niet als ik ga rijden, want hij staat op mijn stuur. Deze Nederlandse vlog is een beetje een bij elkaar geraapt zootje van de afgelopen maand. Dat komt omdat ik gewoon... Och, ken je dat? Als je die korte sokjes aan hebt, dat er... Dat ze zo afgaan. Oh ja, dat het een beetje bij elkaar geraapt zootje is. Dat komt omdat de afgelopen maand zijn we veel bezig geweest met gewoon dingen in orde maken voor dadelijk als de baby er is. En heel vaak was ik ook wel een beetje moe. Laos was niet zo lekker. Ze was eigenlijk ziek. En toen hebben we wel een coronatest gedaan, maar dat had hij niet. Het was negatief. Ja, gewoon dingen waardoor het er eigenlijk gewoon niet echt van kwam. Dus ik ga deze week weer een beetje oppakken. En ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden. Ik ben nu onderhand 36,5 week zwanger. En ik hoop dat ze eerder komt, maar het zal wel niet. Oh, het lijkt me echt zo kut als het 42 weken wordt. Dan zou ik vanaf nu nog 5 weken moeten wachten. Terwijl... Als je eenmaal de 37 weken haalt, dan heb je het gevoel van, oh, het kan elk moment gebeuren. Dus dan duren die dagen echt extra lang voor mijn gevoel. Ik ga nu even een stukje wandelen met een vriendin in het bos. Omdat ik probeer nu een beetje extra op te letten. Omdat ik niet corona wil oplopen vlak voor de bevalling. Dus als ik dan afspreek met vriendinnen, doen we het vooral buitenshuis. En dan gaan we een stukje wandelen in het bos of zo. Of met mijn zusje. Of ja, gewoon in ieder geval dat je lekker buiten bent in de frisse lucht. Dus daar ga ik nu heen rijden. En Laos is thuis. Ik heb net trouwens een What's in my hospital bag gefilmd. Ik vind dat zulke leuke video's om te kijken van andere mensen. Überhaupt alles wat nu met zwangerschap of labor of geboorte te maken heeft, vind ik echt super leuk om te kijken. Dus ik vond het leuk om zelf zo'n video op te nemen. Waarschijnlijk heb ik echt veel te veel bij me en denkt iedereen, nou, die meid sport niet. Maar weet ik te veel dan te weinig. En ik bedoel, het is de eerste keer, dus ik heb echt geen idee wat je allemaal... uiteindelijk gaat gebruiken. Oké, ik ga dus even een rondje lopen in het park hier in Den Haag met een vriendin. 50 minuten lopen. Nou, dat is ook echt de max van wat ik nu kan doen. Even Park Mobile aanzetten, dat vergeet ik altijd. Oh ja, ik wil het even laten zien. We hebben het kinderstoeltje geïnstalleerd. Zo schattig. Dus nu zijn we echt helemaal ready to pick her up. En... Nou ja, ik zie jullie zo.